Cleantech Summer Event willen we eigenlijk KMO's, bedrijven, informeren, sensibiliseren en ook een stuk inspireren over mogelijkheden om op een efficiëntere manier met energie om te gaan. En ook om te kijken hoe dat ze effectief eventueel hernieuwbare energie kunnen gaan toepassen in hun eigen bedrijf. Het is een goed evenement. Het brengt veel mensen samen dat bezig zijn met het energie. Besparen van energie, verminderen van de CO2-uitstoot. Een markt dat volop in beweging is. Het is wel leuk dat er zo'n beurzen georganiseerd worden waar dat eigenlijk heel de sector samenkomt. En ik moet zeggen, het is heel leuk om hier te staan, dus allemaal in orde. Het thema energie is zeker vertrokken voor nog heel wat jaren in de aandacht. En dat is hier vandaag wel merkbaar. Waarom heeft Nieuw-Holland geïnvesteerd in een NH2-trekker? Dat is vooral omdat landbouwbedrijven zouden kunnen voorzien in hun eigen waterstof. Het komt erop neer dat zij energie gaan halen uit windenergie, zonne-energie, biogassen of biomassa. Deze elektriciteit wordt opgeslaan, wordt gesplitst in waterstof. En deze waterstof wordt dan terug opgeslaan in de tractor om daar dan de elektriciteit uit te trekken en de elektromotoren te doen draaien. Het is voor het milieu veel, veel interessanter, niets van schadelijke uitlaatgassen. En dan ook zal het kostenbesparend zijn. Het is de bedoeling dat op korte termijn dat de landbouwer niet meer moet gaan investeren in brandstof, want hij heeft ze ter beschikking op zijn boerderij. De Vlaamse regering vindt hernieuwbare energieproductie bijzonder belangrijk. We willen met Vlaanderen topregio worden op vlak van energiebesparing, maar zeker ook op vlak van hernieuwbare energieproductie. En we steunen dat door financiële ondersteuning te geven voor bedrijven die investeren, maar ook en zeker door innovatie te stimuleren. Door bedrijven die producten op de markt willen brengen, samen te brengen met mensen uit de academische wereld en zorgen dat hun producten niet alleen op de markt kunnen komen, maar dat die bedrijven zich ook op de wereldkaart kunnen zetten met hun hernieuwbare energieproductietechnologieën. Als we kijken natuurlijk waar we in het begin van het 90er jaren stonden en waar we nu staan, er is enorme vooruitgang gemaakt. Maar toch is het duidelijk dat er nog altijd te weinig geïnvesteerd wordt in energietechnologie en dat er nog te weinig geïnvesteerd wordt in efficiënt omgaan met energie. Het is nog niet de grootste prioriteit, maar het begint toch sterk te leven.